bruggetje. Het IVN organiseert de Beleefweek Limburg, hè? Of ja. Limburg Beleefweek Limburg, ja. Ja, inderdaad. Wat houdt dat precies in? Dat is een leuke activiteitenweek die deze week plaatsvindt, nog tot en met 3 oktober. En dit jaar, ze hebben ieder jaar een ander thema wat er gevoerd wordt. En dit jaar is het thema gezonde landschappen, gezonde Limburgers. Mm-hmm. En het doel daarvan is om de Limburgers, zowel trouwens in Belgisch Limburg als Nederlands Limburg, over de hele provincie gaan deze activiteiten, kennis te laten maken met het landschap. En hoe gezond dat landschap voor onze geest is en ons lichaam is en onze welzijn, onze gezondheid is. En daar worden eigenlijk hele leuke activiteiten voor georganiseerd deze week door allerlei instanties die daar zich spontaan op kunnen inschrijven en op kunnen inspelen. Dus als ik wat voorbeeldjes mag noemen misschien. Ja, bijvoorbeeld hier in Beringen dichtbij, daar wordt een zogenaamde bio-wandeling aangeboden. Nou, dan zul je vragen, wat is een bio-wandeling? Nou, dat is eigenlijk gericht op mensen met een bepaalde aandoening. Wordt ook door een plaatselijke huisartspraktijk samen met het IVN georganiseerd. En mensen die zien niet lekker in hun vel zitten, gaan samen in groepsverband op wandeling in de omgeving en een mooie omgeving van Beringen in de natuur. Maar we gaan ook zien een plaatje voorbij komen, de achtergrond van de grotten in Zuid-Limburg. Grotbiken is natuurlijk ook een heel mooi kenmerk van ons Limburgse landschap. De mergel, de grotten. Nou, daar kun je in gaan wandelen, maar dan kun je ook in gaan fietsen. In Venlo, is Juhiel, heet die aanbieder. En die organiseert allerlei creatieve dingen in de natuur. Dus zij gaat bijvoorbeeld met een groep mensen bosbaden. Dus dan gaan we ons letterlijk begeven in het bad van een bos, als het ware. En we gaan baden in alle kenmerken die een bos heeft. We gaan genieten, we gaan ruiken. We gaan proeven, we gaan voelen. En daar neemt zij de mensen mee naartoe. Dus toch wel vrij onbekende activiteiten die in die week, deze week nog tot en met 3 oktober worden aangeboden. Iets voor jou, Natalia, deze week nog? Ja, het bos en heerlijk. Ik stem voor, ik ga mee. Ja, heerlijk in de herfst nu. De herfst gaat nu echt beginnen. Dus dat... ze zijn het overigens te zien op beleeflimburg.eu, dus niet .nl, maar .eu. Daar kun je al die activiteiten rustig eens nalezen en nog heerlijk gaan ondernemen de komende dagen.